zijn nu met Tini in Actief Almelo. Wat wordt er gedaan vandaag? We zijn insectenobservatiekastjes aan het maken. We hebben kinderen eerst uitgelegd wat insecten zijn, waar ze belangrijk voor zijn. En om insectenhotels kennen ze wel, maar dan weten ze eigenlijk nog niet wat insecten doen. Dus we maken nu een kastje waarbij de kinderen van zomer als insecten daarin gaan, hun eitjes erin leggen, hun nectar erin leggen. Stiekem als ze het deurtje open doen kunnen kijken wat er echt gebeurt, zodat ze nog beter kunnen beleven hoe dat gaat in de natuur. En hoe belangrijk is natuurlijke educatie voor kinderen? Wij vinden dat hier vanuit het Natuurhuis heel belangrijk dat kinderen zelf leren ervaren wat de natuur is, wat de natuur inhoudt. Dat ze het niet alleen maar soms op plaatjes zien of alleen maar achter hun scherm zitten en spelletjes doen op de computer. Maar juist hier ervaren wat het is om in de natuur bezig te zijn. En dat doen we op allerlei soorten manieren. Vandaag met een werkmiddag om een observatiekastje te timmeren. Maar we doen het ook met een kabouterpad waarbij we van alles klaarzetten en kinderen van alles kunnen ervaren met speurtochten. Vorige week hebben we nog met een groep diersporen gezocht. Kijk aan, en hoe vaak doen jullie dit ongeveer? Deze vrije middagen doen we elke vakantie, één middag. Verder komt één keer in de maand een groep van de BSO, komt één keer in de maand een middag met een groep. Eén keer in de maand, een ander op zondag, zijn de scharrelkids hier, die ook kinderen van tussen de 4 en de 12 jaar, die ook allerlei activiteiten doen. Dus zeker drie keer per maand.